Goedenavond allemaal. Welkom bij deze oriënterende ronde. Hartelijk welkom ook iedereen op de tribune. Fijn dat ze allebei aardig gevuld zijn. Wij beginnen deze vergadering met opening en mededelingen. De vergadering is geopend. Zijn er mededelingen vanuit de raad? Geen mededelingen. Dan komen wij bij agenda punt 2, dat is vaststelling van de agenda. En wij hebben een voorstel aan de raad om in verband met de insprekers, we hebben vanavond 3 insprekers en dat houdt allemaal verband met agenda punt 5. Buitengebied Herziening, Winterbed, Vecht, deelgebieden Rezermaten en Diffelen. De vraag is of u ermee kunt instemmen dat wij agenda punt 4 en 5 omdraaien, dus dat we direct na de insprekers ook het desbetreffende agenda punt behandelen. Zijn er mensen die daar bezwaar tegen hebben? Niet? Mooi, dan draaien we ze om. Dus agenda punt 4 wordt agenda punt 5 en agenda punt 5 wordt agenda punt 4. Dan is dat duidelijk. Er hebben zich dus 3 mensen gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. Dat zijn meneer Muilwijk van Instituut voor Natuureducatie, meneer Van Uffelen namens een aantal bewoners van de Orionlaan en mevrouw Veenendaal. Ik wil meneer Muilwijk uitnodigen om als eerste achter het spreekgestoel te plaats te nemen. Ik ga ervan uit dat u geïnstrueerd bent door de Griffie, dat u 5 minuten heeft en dat u daarna nog even mag blijven staan voor het geval er vragen zijn vanuit de raad. Jawel, ik ga vanuit dat u mij een seintje geeft als zover. Zeker, ja hoor, ja. Okay. Ga uw gang. Achter leden van de raad, ik mag hier staan namens IVN Hardenberg-Gramsbergen, een vereniging van 430 leden met een, laat ik maar zeggen, groen hart. Vanavond is aan de orde dat er een besluit genomen moet gaan worden over het bestemmingsplan Rezermaten. En Rezermaten, een uniek natuurgebied. En natuur- en bestemmingsplannen hebben meestal niet zo'n goede relatie. En dat is vaak in het nadeel van natuur. Dat is niet alleen een Hardenberg, maar dat is ook een mondiaal probleem. De Rezermaten, een pareltje binnen de grenzen van onze gemeente, zeker te bestempelen als een heel uniek gebied. Het is een drassig tot nat hooilandcomplex van ongeveer 33 hectare met een belangrijke functie, een hele belangrijke voor zoogdieren, amfibieën, vlinders, overige insecten en meerdere bijzondere plantensoorten. Het gebied bestaat uit veenmos, rietland en trilveen. Vroeger lag hier een geul van de oervecht, laten we zeggen de moeder van Hardenberg, die uiteindelijk verland is. Van belang voor dit gebied is de waterhuishouding. Een goede balans tussen het af en toe overstromende vechtwater, regenwater en kwelwater. Bestemmingsplan. De waterstatus is belangrijk dus. Maatregelen treffen die regulerend zijn voor het waterpeil in het gebied en daarmee een positieve invloed uitoefenen op natuurwaarde. Daartegen hebben wij niet zoveel bezwaar. Maar in de voorliggende plannen wordt ook gerept over het aanleggen van een pad door de Rezermaten. Een wandelpad. Een belevingspad. Er worden verschillende benamingen gebruikt. Wij IVN'ers vragen ons af waar dit idee zijn oorsprong vindt. Hoe ontstaat dat en wie zou dit willen? Wie heeft er belang bij een dergelijk pad en waarom? Dat is wat ons betreft een cruciale vraag. Het antwoord hier zou mee moeten wegen bij besluitvorming. Is een pad in het belang van omwonenden? Ik heb begrepen dat dat niet zo is. Zijn het de overige inwoners van Hardenberg? Waarschijnlijk niet. Recreatieondernemers met een mogelijk belang, promotie voor toerisme, het zou zomaar kunnen. Maar zelfs dan is er onduidelijkheid over de effectiviteit en de intensiteit van het gebruik van een dergelijke voorziening in relatie tot de investering. Er kunnen wat ons betreft nog de nodige vraagtekens bijgezet worden. Het pad zou dus een belevingspad moeten zijn, maar volgens IVN'ers is beleven veel meer dan het aanleggen van een pad. Nadelen van een pad zijn buiten de paden gaan, zeker bij ontbreken van toezicht en handhaving, verstoring van natuur, terugtrekken van dieren uit het gebied door onrust, toename onrust voor buurtbewoners overdag en buiten kantoortijden, plukken vernielen van toch wel bijzondere planten die daar groeien. Wij van het IVN kunnen er nog weinig positiefs in zien. Nogmaals, voor wie is het aanleggen van zo'n pad nou zo'n dik pluspunt? Wie helpen wij ermee? Graag hierover duidelijke argumenten in plaats van vaagheden als het moet toch kunnen of het valt allemaal wel mee. Wat zou ons voorstel zijn? De Rezermaten is een dermate kleinschalig en uniek gebied
dat het vanaf de zijlijn vrijwel in zijn geheel is te overzien. Ik heb een aantal jaren in de Mercuriuslaan gewoond, dus ik weet het uit ervaring. In plaats van invasieve openstelling door middel van een pad, stellen wij van het IVN één of meerdere aangeklede observatiepunten voor aan te leggen aan de rand van het gebied. En met aangekleed bedoelen wij dan een kijker, bankjes, tableaus met uitleg enzovoort. Maar daarnaast, let op, ook aandacht voor beleving van meer nabij, maar wel onder toezicht. Waarom niet om de tafel met Staatsbosbeheer en de natuurgidsen van IVN om periodieke, in de vakantieperiode mogelijk extra begeleide excursies te organiseren? Tijdens een dergelijke excursie is educatie, maar vooral beleving, een belangrijk aandachtspunt. Voor organisatie en logistiek hiervan is samenwerking met de lokale recreatieondernemers mogelijk, of liever gezegd wenselijk. Samengevat, een pad, beleving dubieus, nadelig voor de huidige natuurwaarde, zijn kosten voor aanleg en misschien nog wel meer voor onderhoud, er is handhavingsproblematiek en het levert onrust op in de natuur en de woonomgeving. Geen pad, beleving kunnen we toch wel realiseren. Het is geen nadeel voor natuurwaarde, de kosten lijken mij wel overzichtelijk, er is geen handhavingsproblematiek en geen nieuwe onrust. Ik wens u sterkte bij uw overweging. Dank u wel, meneer Muilwijk. Zijn er vragen vanuit de raad van meneer Muilwijk? Meneer Odink, meneer Bak, meneer Rodemond, ik ga even meeschrijven. En meneer Jonkhans. Meneer Jonkhans, ga uw gang. Ja, dank u wel. Dank u voor uw heldere betoog. Zat echt één stelling in van u waar ik een vraag bij had. U zegt van zo'n wandelpad is waarschijnlijk niet in het belang van de bewoners van Hardenberg. Waarop baseert u dat? Nou, nee, het idee komt waarschijnlijk niet van de bewoners van Hardenberg. Zo heb ik dat gezegd. En een wandelpad kan in het belang van iedereen zijn, maar een pad in de natuur is in dit geval, volgens het IVN, niet van belang voor bewoners en voor de natuur. Ja, maar waarop baseert u dat? Nou, dat het niet in het belang is. U begrijpt mij toch niet goed. Ik heb aangegeven in mijn betoog dat de vraag voor het IVN was, waar komt dit idee vandaan? En toen heb ik gezegd, het komt niet, naar mijn mening, naar mijn gevoel, niet van de omwonenden. Het komt ook niet van de inwoners van Hardenberg. Het zou mogelijk uit de hoek van de recreatieondernemers komen. Dat heb ik eigenlijk letterlijk gezegd in mijn betoog. En ik heb niet gezegd dat het niet een pad, wat voor pad er ook, niet in belang van bewoners van Hardenberg zou zijn. Nou, ik heb het meegetypt, maar goed, dat wordt een semantische discussie. Dus precies. Heel goed. Ik denk dat het duidelijk is wat meneer Muilwijk in ieder geval bedoelde. Meneer Rodemond, ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. In uw betoog schetst u een beeld, en als het niet juist is, dan hoor ik dat graag, maar dat als we vrij gaan wandelen in dit stukje natuur, dat er kans bestaat op vernieling, verstoring van de natuur en andere onwenselijke zaken in uw ogen in ieder geval. Die onwenselijkheid op zich ben ik het mee eens. Alleen dat beeld waar dat vandaan komt, dat verbaast me enigszins. Mede omdat uw eigen vereniging natuurlijk de natuurbeleving hoog in het vaandel heeft staan. U schetst daarover ook een ander beeld. Onder begeleiding door de natuur heen met ofwel Staatsbosbeheer of vrijwilligers van. Maar kunt u mij in ieder geval duiden waarom u zo bang bent voor die vernieling en verstoring? Als ik zelf in de natuur ben, dan kom ik bijzonder weinig daarvan tegen namelijk. En denk ik dat juist het heel fijn is dat we in Hardenberg meer dicht bij de natuur zouden kunnen zijn. Juist omdat dat zo'n kernwaarde van deze gemeente is. Begrijpt u wat ik zeg? Het is een kernwaarde van deze gemeente, zeker. En ik vind, het is mijn mening dat wij in Hardenberg heel veel natuur hebben waar wij vrij in rond kunnen en mogen lopen en waar wij van kunnen genieten. Maar als het gaat over de reservaten, dat is een gebied wat al bijna 50 jaar een beschermd gebied is, een heel bijzonder gebied is, een natuurreservaat is waar je nooit in mocht, waar hele bijzondere planten, orchideeën en andere bijzondere planten groeien, wat altijd beschermd is geweest.
dan is mijn angst dat als die bescherming eraf gaat en als er een, ja, als de deur op een kier gezet wordt, dat er misbruik van gemaakt wordt. Je kunt nu al op YouTube zien dat er mensen zijn die met drones boven de reservaten aan het vliegen zijn en die met hun lazen in de klei staan daar. En dat beangstigt mij. Daar heb ik zorgen om. Hartelijk dank. Meneer Bak, ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Vraag even ter verduidelijking. Dank overigens voor uw bijdrage. Maar u geeft aan dat u in ieder geval niet betrokken bent geweest bij de plannen voor dat pad. Als persoon niet. Als IVN zijnde. Ik spreek ook namens het IVN. Het IVN is daar niet bij betrokken geweest. Heeft u namens het IVN al contact gezocht om in ieder geval uw plannen en uw beelden te delen, bijvoorbeeld met de ambtenaren? Nee, nog niet. Deze inspreekbeurt is hals over kop ontstaan. En ik moet zeggen dat wij als IVN dankbaar zijn voor deze mogelijkheid. En dat wij ook van zin zijn om de contacten met de gemeente zo optimaal mogelijk te maken. We hebben zelfs al voor het najaar een afspraak met de wethouder gemaakt om van gedachten te wisselen. Dus, heel goed. Zo, dat is de stand van zaken. Dank u wel. Hartelijk dank, meneer Oding. Ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ook u bedankt voor uw toelichting. Ik heb nog een aantal vragen rondom dat u aangeeft kosten. Hè? Dus dat die kosten waarschijnlijk wel hoog zijn. En dat dan vervolgens de kosten om excursies wel relatief mee zullen vallen. Ik probeer iets meer. Hè, dat zijn brede begrippen, zeg maar. Hè? Zullen wel meevallen en relatief. Ja. Heeft u daar iets meer beeld bij? Ik heb wel beeld bij de kosten van IVN, dus excursies. En ik heb er ook maar een schot voor de boeg gegeven. Maar in principe zijn alle excursies die IVN organiseert, die kosten bijna niks. En het is vaak een vrijwillige bijdrage die wij vragen. Dus vandaar dat ik kan en durf te zeggen dat die kosten in ieder geval heel laag zijn. En ik weet van een aantal gidscollega's van het IVN dat ze zeer bereid zijn om zich in te zetten voor dit soort activiteiten. Helder. Dank u wel. Hartelijk dank. Wat was het, meneer Melk? Voorzitter, ik heb nog een kleine aanvullende vraag. Meneer Nijhoff heeft nog een aanvullende vraag. Ga uw gang. Hoe is uw relatie met de NMO, Natuur en Milieu Overijssel? Want die zit ook bij het die is in ieder geval bij het overleg betrokken. Ja, nou dat is een hele persoonlijke vraag aan mij. Ik zit nog maar heel kort bij het IVN en ik mag vicevoorzitter zijn. En ik heb eigenlijk nog geen contacten zelf met het NMO gehad. En degene die dat wel heeft, die is van onze club. Die zit momenteel in Indonesië. Dus ik kan er daar niet een concreet antwoord op geven. Maar we hebben wel contacten. Oké, okay. Dan is het dit nu wel, denk ik. Hartelijk dank, meneer Melwijk. Okay. Dan vraag ik meneer Van Uffelen om achter het spreekgestoel te plaats te nemen. Goedenavond allemaal, dank voor de spreektijd. Mijn naam is Gerrit-Jan Van Uffelen en ik sta hier namens een aantal bewoners. En volgens de zienswijzenota mensen van de Orionlaan 18, 27... 39 en 35, zoals u kunt zien op sectie C, pagina 4 van de zienswijzenota. Wij hebben een brief gestuurd als bezorgde naar de gemeente, waarin wij hebben aangegeven dat de belegging van onze zienswijze naar ons oordeel deels feitelijk onjuist is en in elk geval niet overtuigend. We zouden ook graag zien dat we meer spreektijd met de raad zouden krijgen. Nu is het 5 minuten, ik zal een aantal dingen daarin aanstippen, maar het lijkt ons goed om in gesprek te gaan. Ik geef u een viertal voorbeelden waarom wij de reactie op onze zienswijze feitelijk onjuist vinden deels en ook niet overtuigend. En het begint met de bezwaren tegen het pad worden breed gedragen. Wij worden genoemd in de zienswijzenota als bewoners van de Orionlaan 18, 27, 29 en 35. Maar wij vertegenwoordigen een bredere groep van bewoners, mede aandringen van de gemeenteraad en ook het waterschap. We vertegenwoordigen direct 25 aanwonenden en 25 niet-aanwonenden. En daarnaast nog een vrij brede groep van mensen die verontrust zijn. Maar daarnaast wordt onze zienswijze, zoals we die hebben ingediend op 28 mei 2019, ook gesteund door de wijkvereniging Noorden Hazenbos.
En die hebben ongeveer 500 leden. Plaatselijk Belang Heemse en ook het IVN Hardenberg. En daar heb je zojuist hun zienswijze van gehoord. Wat ons betreft laat de zienswijze nota de vraag onbeantwoord waarom het pad er moet komen en blijkbaar met alle geweld moet komen, terwijl er best wel weerstand is tegen het pad. Dus bezwaren worden breed gedragen. Een tweede punt, wij denken dat er een aantal feitelijke onjuistheden in de zienswijze nota staat. En met name de onderbouwing, ontheffing in relatie tot de Buizert. En dat is punt 10 op pagina 8. De zienswijze nota stelt dat in het kader van de ontheffing wet natuurbescherming, dat de provincie aan het waterschap heeft gevraagd te onderbouwen waarom geen ontheffing nodig is in relatie tot de Buizert. En Ecogroen is gevraagd om hier advies op te geven. En zij spreken in de zienswijze nota over een verstoringsafstand van 75 meter. In het kennisdocument Buizert wordt dat genoemd. En ook op een kortere afstand 40 meter nabij de locatie en 48 bij Ommen, waar ook een buisnet niet verstoord zou zijn. De zienswijze nota spreekt over het feit dat het tussenliggende bos, door het tussenliggende bos, dus het bos wat ligt tussen het nest en waar het pad komt, worden de nestlocaties niet verlaten door ingebruikname van het pad en is er geen noodzaak om de paden anders aan te leggen. De provincie heeft ingestemd met deze onderbouwing, staat erbij. Echter, het pad komt wel vlak langs het bos te liggen met de nestlocatie op een korte afstand. Veel minder dan de 40 meter die genoemd wordt. En daarnaast vinden we ook dat het vergelijk met de N48 ook niet opgaat. Omdat dit pad een pad zou moeten worden waar ook honden, aangeleinde honden, zouden kunnen en mogen lopen. En daar is natuurlijk ook een stuk verstorende invloed van. Dus de constatering en het argument van Ecogroen lijkt ons daarmee feitelijk onjuist. En daarmee lijkt ons de ontheffing aanlegpad op basis van de wet natuurbescherming op zijn minst discutabel. Een derde punt, geen pad in de oorspronkelijke versie van de plannen. Ja, wij vinden dat in de zienswijze nota sommige van onze bezwaren uit zijn verband zijn gehaald. Bijvoorbeeld punt 2 op pagina 4 van de zienswijze nota. De enige die belang hebben bij een pad zijn recreatieondernemers. Dat is dan een zin die uit onze zienswijze gehaald zou zijn. Echter, in ons bezwaar stellen wij, wel hebben wij de indruk dat het pad is ingegeven door de wens van een aantal recreatieondernemers ten noordwesten van de reservaten. En deze opmerking van ons moet in het licht worden gezien van het feit dat in het oorspronkelijke plan geen wandelpad was opgenomen door de reservaten. En dit laat zien, denken wij, dat het initiatief nemers klaarblijkelijk oorspronkelijk een pad ook niet voor de hand liggend vonden. Blijkbaar na consultatie van recreatieondernemers wel. Ik zeg blijkbaar, want wij hebben niet van de gemeente vernomen dat inderdaad dit plaats heeft gevonden na consultatie met recreatieondernemers. Een laatste punt is de noodzaak realisatie van het pad. En daarmee verwijs ik naar punt 5 op pagina 5 van onze zienswijze, waarin wij stellen dat het gebied kan uitstekend vanaf de randen worden beleefd. Het is niet noodzakelijk om het gebied ook daadwerkelijk te laten betreden. De reactie hierop is, paden rondom het gebied bieden een mooi uitzicht over dat gebied, maar de afstand is te groot om de specifieke vegetatie te kunnen bestuderen. Ons punt 6. Als alternatief zouden wandelingen kunnen worden georganiseerd door bijvoorbeeld IVN en Staatsbosbeheer, zodat natuurliefhebbers de mogelijkheid hebben het gebied op een verantwoorde wijze te leren kennen. De reactie: excursies onder leiding van Staatsbosbeheer en IVN worden regelmatig georganiseerd en geven inderdaad een nog betere indruk van het gebied. Dit pad wordt gerealiseerd om wandelaars ook de gelegenheid te bieden om zelfstandig het gebied te beleven. En wij vragen ons af op basis van punt 5 en 6... wat is dan de meerwaarde van dit pad? Meneer Van Uffelen, ja. U nadert het einde van uw spreektijd. Ja. We verwachten niet volgens de gemeente dat er grote groepen wandelaars gebruik zullen maken van het pad. Ze zeggen ook het pad is niet geschikt voor intensief gebruik, alleen door liefhebbers. Wij verwachten eigenlijk wel dat veel mensen gebruik gaan maken van het pad. En dan is ons punt, en daarmee sluit ik ook af, weegt het belang van de enkele liefhebber om kennis te nemen van de unieke vegetatie van het gebied op tegen het risico van misbruik van het pad. Betreden van het omliggende gebied, de groepjes toeristen, mensen met loslopende honden, bloemenverzamelende kinderen en verstoring van
weidevogels, inclusief zwanen, zoals het afgelopen seizoen in toenemende mate waargenomen in het gebied. Kortom, in lijn met ons verschriftelijk verzoek zien we uit naar overleg met de Raad. En zulke overleg zou naar onze orde ook gewend zijn omdat, zoals de plannen nu voorliggen, een bezwaar- en beroepsfase zal moeten volgen. En ik spreek het uit mede namens de betrokkenen. Hartelijk dank, meneer Van Uffelen. Zijn er vragen voor meneer Van Uffelen, meneer Odink en meneer Geesing? Meneer Nijhoff. Begin ik bij meneer Nijhoff. Dank u wel. Bedankt voor uw inspraak. We hebben onlangs ook als een afvaardiging van de Raad hebben we uw gebied ook bekeken. Mijn vraag is eigenlijk, waarop baseert u het aantal wandelaars van wat u inschat dat er toch wat groter zal zijn dan door andere partijen wordt ingeschat? Er zijn een aantal elementen van. Een belangrijk element is dus dat we nu al zien dat mensen het gebied intrekken zonder dat er überhaupt sprake is van een pad. Dus als er op een gegeven moment een pad is, zal dat meer mensen uitnodigen om het gebied in te gaan. Als de gemeente de overtuiging heeft dat het pad is voor een enkele natuurliefhebber en er op zodanige manier gebruik maakt van het pad, denken wij dat er meer, nou laten we het woord misbruik daarin noemen, van dat het pad wordt gebruikt voor mensen om het gebied daadwerkelijk in te trekken. Dat zien we deels nu gebeuren en ik denk, en wij denken dat zeg maar, de aanleg van het pad ook mensen echt uitnodigt om het gebied in te trekken. Dus ook vanaf het pad af. Hartelijk dank. Meneer Odink. Dank u wel, meneer Van Uffelen. Ik heb een aantal vragen. U geeft op een gegeven moment aan dat u spreekt namens een aantal omwonenden. Ja. Daarbij noemt u bijna in één adem ook het een en het ander rondom zeg maar, de wijkvereniging Hazen-Norden en zeg maar, ja. Het plaatselijk belang. Zeker. Spreekt u ook namens hen? Wat wij hebben gedaan, wij hebben zeg maar, onze visie hebben bij hun neergelegd. En zij zeggen, ja, daar staan wij achter. En zodanig mogen wij ook hier deze namen uitspreken. En bovendien, in onze zienswijze zijn ook brieven toegevoegd van de desbetreffende organisaties waarin zij uitspreken dat zij achter deze zienswijze staan. Ja. Meneer Geesink, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Ik ben ook aanwezig geweest bij de wandeling door de Rezematen die we op uitnodiging ontvangen hebben. Daar werd trouwens meegedeeld dat naar aanleiding van gesprekken met de recreatiesector de plannen voor het wandelpad zijn tot stand zijn gekomen. Dat was tijdens de wandeling werd het meegedeeld. Dus. Oké, ik was even voor. Ja. Wat ik mij afvroeg, in hoeverre zijn de bewoners en de wijkvereniging betrokken geweest bij deze plannen? Zij zijn betrokken geweest in lijn met de inspraakavonden. En er is, omdat ik regelmatig ook in het buitenland verkeer voor mijn werk, ik heb één keer meegedaan aan een inspraak op het waterschap bij de gemeente, waarbij ook meerdere mensen betrokken waren. Maar als uw vraag is, is er constructief overleg geweest, dan denk ik dat die interacties vrij beperkt zijn. Betrof dat het totale plan of betrof dat ook zonder deel het wandelpad? Dat betrof, wel, zeg maar voor het totale plan op het gebied van waterbeheersing. Mm-hmm. Dat zeggen we ook in onze zienwijze. Daar spreken we ook respect voor uit, hè? Een goed plan. Dus het betreft hier een deel, met name het noordelijke deel en het openstellen van dat noordelijke deel. Ja. Hartelijk dank. Volgens mij is het duidelijk. Hartelijk dank ook voor uw inbreng, meneer Van Uffelen. Mevrouw Veenendaal, wilt u achter het spreekgestoelte plaatsen? Spreektijd. Hoor ik mijn verhaal? Ja. Ja, omdat ik klein ben. Hè? Voor ik met mijn verhaal begin. Ik ben dus een van de bewoners waar meneer Van Uffelen het ook over gehad heeft. Mijn bezwaar ging nog net iets verder. Vandaar dat ik ook spreektijd heb aangevraagd. Zal wat korter zijn, ook om die reden. Ik heb in een inventarisatie broedvogels in Rezen. Dat is een rapport wat in 2010 geschreven is. Daar staat al in 2010
wordt een inventarisatie broedvogels van rezen gewezen op de strook recreatieterreinen in het bos ten noorden van de Vecht. Deze leggen in 2010 al een zware druk op het gebied. Rezenmate heeft tussen 2000 en 2010 haar waarde als weidevogelgebied verloren. Rond het jaar 2000 waren er nog 10 paren grutto. Die waren dus in 2010 al verdwenen. We zijn nu 9 jaar verder en het is er allemaal niet beter van geworden. In het rapport wordt ook gezegd, waarschijnlijk de meest effectieve beheersmaatregel voor broedvogels is het niet verder ontsluiten van het gebied en daarnaast opslag van struweel op meer plekken een kans te geven. Nu, 9 jaar later, dus 9 jaar geleden, werd er al over een verslechtering gesproken. Anno 2019 staat het gebied de reservaten opnieuw onder druk van menselijke invloeden. De aanbevelingen die in eerder genoemd rapport worden genoemd, worden niet ter harte genomen. In de plannen moet het gebied juist ontsloten worden en in plaats van struweel een kans te geven, moeten bomen gekapt worden. Reden voor mij om mij zeer ernstig zorgen te maken. Het redelijk kleine gebied dat zijn schoonheid dankt aan de aanwezigheid van weidevogels, roofvogels, reeën en ander klein wild, wordt toegankelijk gemaakt en versnipperd. De aanleg van een pad zal een zware druk leggen op het gebied. Het pad moet een verbinding worden tussen recreatieterreinen en de stad. Het gebied wordt kleiner omdat het aan te leggen pad de nieuwe begrenzing van het gebied zal worden. U moet het zien als een stukje afsnijden, een stukje gebied met de tuinen en de bewoners. Dat wordt afgesneden. Dieren die tot en met de tuinen het gebied bevolkten, zullen achter de hekken blijven van het aan te leggen pad. En bij regelmatig gebruik van het pad zelfs wegblijven. De beleving vanaf het nieuwe pad zal niet anders zijn dan nu het geval is op de oude Rezerweg, de fietspaden of de aangrenzende tuinen. Wat het wel oplevert, versnippering van een kwetsbaar natuurgebied en verstoring van de rust. Voor mens en dier trouwens. Het voorrecht om te mogen wonen met vrij uitzicht over de reservaten wordt de bewoners die nu met hun tuinen grenzen aan het gebied afgenomen. Het pad wordt een nieuwe begrenzing, zorgt voor versnippering en levert niets anders op dan een pad van de recreatieterreinen naar de stad. Speerpunt van de ontwikkelaars is het beleven. Om te kunnen beleven zou het gebied in moeten kunnen. Het is een rustgebied, dus vanaf de randen kun je het gebied bekijken. Er zijn verschillende mogelijkheden om van dit prachtige natuurgebied te genieten. Volgens een folder van de koppel kun je vanaf de randen een goed beeld van het gebied krijgen. Het gebied moet toegankelijk worden. Tegelijk moet de grondwaterstand 20 centimeter omhoog. Het vanaf de randen betreden van het gebied, al dan niet met een gids, levert meer belevingsgevoel op. Je gaat erin en je gaat er weer uit. Dan ben je erin geweest. Deze excursies, al dan niet met gids, verstoren de rust voor mens en dier niet. Het gebruik van een pad dat de nieuwe begrenzing vormt, levert die beleving niet op. In ieder geval niet meer dan nu op de oude Rezerweg en op de fietspaden. Een pad met aan de ene kant een weiland waar de dieren zich niet meer laten zien en aan de andere kant woningen. Ik vrees dat nieuwsgierige blikken meer oog zullen hebben voor de woningen aan de andere kant. Het bestemmingsplan heeft betrekking op winterbed van de Vecht ter plaatse van rezermaten en diffelen en is bedoeld om natuur te realiseren en het waterbergend vermogen van de Vecht te vergroten. Met een permanente verhoging van de grondwaterstand van 20 centimeter is dat, maar ik ben geen expert, maar volgens mij is dat een illusie.
Muggen en ander ongedierte krijgen meer kans. Dat geeft voor de aangrenzende bewoners overlast. Mevrouw Veenendaal, u nadert het einde van uw spreek. Ja, ik ga ook afronden. Ik zie de plannen met een pad alleen verliezers ontstaan. En mijn advies in het kort is dan ook geen versnippering van het gebied. Dat is doodzonde. Geen aansluiting met het Vechtpark. Een park is iets anders dan een natuurgebied en heeft andere gebruikers. Gebied langs de randen toegankelijk voor beleving van natuur. Langs de randen rustplekken om gebied te beleven. Geen bomenkap, geen pad. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Veenendaal. Zijn er vragen vanuit de raad voor mevrouw Veenendaal? Geen vragen voor u. Dan was het luid en duidelijk. Hartelijk dank voor uw inbreng. Dan gaan wij meteen door naar agendapunt 4, dat nu dus vaststelling, bestemmingsplan, buitengebied, herziening, Winterbed, Vecht, deelgebieden, Rezematen en Diffelen betreft. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Odink, meneer Nijhoff, meneer Jager, meneer Bak, meneer Rodemond, meneer Jonk, oh, meneer Geesink, en ik dacht al dat ik daar nog een extra vinger zag, en meneer Jonkhans. Heel goed. Meneer Geesink, ga uw gang. Dank u, voorzitter. Ik denk dat er mooie ontwikkelingen in het gebied de Rezematen gaan plaatsvinden, waarbij goede rekening wordt gehouden met zowel de recreatie als met de flora en de fauna. De doelstellingen en de gevolgen van de plannen worden zeer goed aangegeven. Gaandeweg de plannen zijn in overleg met de recreatiesector uitkijkpunten toegevoegd en is het plan voor het wandelpad ontstaan. We vragen ons af waarom wil de recreatiesector dit wandelpad zo graag, terwijl het best veel weerstand tegen is. Wat is de doelstelling van de recreatiesector voor het aanleggen van het wandelpad, aangezien er aangegeven wordt dat er slechts enkele wandelaars per dag gebruik zullen maken van het pad? De gebruikers van het knuppelpad zullen de inwoners en de toeristen zijn. Bewoners, plaatsbelang Heemse, wijkvereniging Noorderhaasbos en het IVN hebben aangegeven dit pad niet gewenst te vinden. In hoeverre wordt er met de belangen van de bewoners rekening gehouden? Is er bekend wat de gevolgen van het kappen van het bos en het aanleggen van een wandelpad zullen zijn voor onder andere de reeën in het gebied? En volgens mij heb ik geen uitweg gezien van de exacte invulling van de uitkijkpunten en het wandelpad. Hadden deze niet opgenomen dienen te worden, zodat inwoners in de gelegenheid worden gesteld te reageren? Dank u. Dank u wel, meneer Geesink. Meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben ook nog een aantal verhelderingsvragen, zeg maar, rondom dit plan. Hè. Dus, en dan gaat het eigenlijk van wie is de initiatiefnemer? Er wordt, en ik proef dat ook wel een beetje bij de inspraak, er wordt een beetje gewezen ook naar de recreatieondernemers. Maar we zijn eigenlijk wel benieuwd, wie is de initiatiefnemer uiteindelijk van zeg maar, dit plan? We zijn ook wel geïnteresseerd in de kosten. Dus zeg maar om dit überhaupt te faciliteren, maar ook de jaarlijkse exploitatiekosten om dat pad ook nog een beetje zeg maar natuurpad te laten zijn. Dus wellicht kan de wethouder daar wat duidelijkheid over geven. En zo misschien ook zo kunnen zijn dat de wethouder wat duidelijkheid kan geven, want dat hele plan zeg maar dat gaat eigenlijk over een drietal stakeholders, de provincie, waterschap en zeg maar de gemeente. En hoe dan die verdeling zeg maar van de kosten is geweest. Wij zien in de stukken dat er ook aanvullend meer onderzoek nodig is geweest. En we zijn wel even benieuwd wat daar voor de aanleiding is geweest. Hè? Waarom had het niet met één meer onderzoek uitgevoerd kunnen worden? Maar wat is dan echt de detail, de aanleiding om nog een aanvullend meer onderzoek uit te voeren? Inderdaad hebben wij ook wat vragen van, oké, hoe zijn de omwonenden betrokken? Ik hoor daar ook wat, zeg maar, ook bij de spreker wat wisselende geluiden over. Van een aantal inspraakavonden tot helemaal niet. En los van zeg maar even de meeting die er geweest is 27 augustus op een vrijdagmiddag. Maar hoe zijn de omwonenden betrokken geweest? En als we dan kijken in zijn algemeenheid naar de flora en fauna, hoe wordt die zeg maar ook met het realiseren van die wandelpad, hoe wordt die gewaarborgd? Ontstaan er zelfs misschien nog wel nieuwe flora en fauna? Of is er toch inderdaad nog wel sprake van mogelijk schade. Dat was in eerste instantie zeg maar even in deze ronde onze bijdrage. Dank u wel, meneer Odink. Meneer Nijhoff, ga u. Dank u wel, voorzitter. We hebben ons
de bewuste middag, vrijdagmiddag, laten informeren. Er waren in dienst van de zienwijzen aanwezig, er was de projectleider aanwezig, er waren mensen van de gemeente aanwezig. We hebben ook nog een aantal vragen bij de projectleider neergelegd. Vanavond hebben we een aantal zienswijzen indieners gehoord om een verhaal toe te lichten. Onze fractie heeft nog twee vragen. Wat zwaar valt bij de indieners van de zienswijzen is het wandelpad. Heel duidelijk bleek die vrijdagmiddag dat de angst bestaat dat op termijn dat plonderpad een verhard pad zal worden. Kan de portefeuillehouder hen geruststellen dat ook in de toekomst dat het niet aan de orde zal zijn? Een struinpaard met plaatselijk vlonders geeft natuurliefhebbers de kans om een stukje toegankelijkheid en beleving te geven in het gebied. Het is niet de bedoeling dat bijvoorbeeld ook mountainbikers van deze route gebruik kunnen maken. Garanties geven blijft moeilijk en lastig, maar wil de portefeuillehouder zich hiervoor inzetten? De tweede vraag is, kan de portefeuillehouder aangeven welke consequenties optreden wanneer er vertraging in de besluitvorming zou ontstaan? Dat waren de twee vragen. Dank u wel. Meneer Jager, woord aan u. Dank u wel. Ik ben ook in de Reesemate geweest. En het gebied is goed te bekijken vanuit de hoger gelegen rand om het gebied heen. Ook worden daar dus diverse uitkijkpunten gerealiseerd. En ons inziens is daarom eigenlijk niet nodig om een pad in dit gebied aan te leggen om het te bekijken en het te beleven. Het beleven van het gebied kan ook goed met gidsen van het IVN of Staatsbos. En is er een mogelijkheid om deze gidsen te koppelen aan het toerisme in de directe omgeving? Daarnaast willen we graag weten welke informatievoorziening bij de geplande uitkijkpunten komen. En wat ik zojuist heb gevraagd is eigenlijk precies wat de insprekers vanavond ook hebben besproken. Graag hoor ik daarom van het college een reflectie op de zorgen van de insprekers. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jager. Mevrouw Verschuur. Dank u wel, voorzitter. Ik ben zelf ook op de bewuste middag aanwezig geweest. Wat voor mij vooral de vraag was, want daar werd het besproken, dat er lag eerst een andere plan. En graag zou ik willen weten van, wat zijn de redenen geweest om van plan te veranderen? En heeft dit ook gemaakt om de keuze op Reesemate te laten vallen? En daarnaast wil ik het ambtelijk apparaat nog bedanken voor de snelle beantwoording van de afgelopen dagen die ik nog heb gemaild. Dank je wel. Heel fijn. Dank je wel, mevrouw Verschuur. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Vanuit de VVD zijn we wat verrast ook door de grote hoeveelheid reacties. Want volgens mij is dit ook een proces geweest waar heel veel gebiedspartners bij betrokken zijn geweest. En eigenlijk zou daarmee het wandelpad ook een gedragen pad moeten zijn. Vanavond blijkt dat dat toch anders is. Dus wij zijn wel heel erg benieuwd hoe binnen dit proces de omwonenden betrokken zijn geweest. Wat daarover is opgeschreven en ook of daar bijvoorbeeld een omgevingsmanager actief is geweest of dat er alleen maar een informatieavond geweest is. Ik ben ook even benieuwd of alle partners het met het plan eens zijn. Dus met andere woorden, en zoals het voor ligt, zijn partners daar unaniem over of zijn er verschillende gedachten over? En ik heb nog een wat technische vraag. En die stel ik om vervolgens een vervolgvraag te kunnen stellen. Naar ik begrepen heb, zal het winterpeil tevens het zomerpeil worden. En dat zal effecten op de omgeving hebben. En mijn vraag is of omwonenden gecompenseerd worden voor eventuele schade die zij daardoor ondervinden. Dus dat is even van technische aard, maar wel politiek gevolg. Dank u wel. Oké, fijn dat u het er even bij zegt. Meneer Rodemond, ga uw gang. Voorzitter, dank u wel. Ik kan het kort houden omdat de meeste vragen die ik had wel gesteld zijn. Zoektocht van wat meer abstracter niveau is bij mij wel in het kader van ruimte voor de vecht dat wij vaak aan het stoeien zijn met een aantal functies rondom de vecht en voor de vecht. Bergen van water, natuurlijke waarden te herstellen, maar we willen er ook op varen. We willen er op en naast recreëren, et cetera, et cetera. En eigenlijk is daarbij mijn vraag aan de portefeuillehouder of wij als gemeente wel voldoende in staat zijn om die functies op een gebalanceerde wijze te combineren rondom een dergelijk toch waardevol stukje Hardenberg, te weten de vecht. Daar graag een reactie op.
Dank u wel. Als laatste meneer Jonkhans, ga uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb de insprekers gehoord en de vraag is wel, er worden heel veel argumenten worden er gebruikt en het komt elke keer weer neer omdat het pad eigenlijk onwenselijk is. Maar er worden ook een aantal natuurwaarden ter discussie gesteld. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoeveel nieuwe natuur komt er nu daadwerkelijk bij? Want we hebben het hier over een compensatie, of hoe je het maar noemen wil, dat het meer toegankelijk gemaakt wordt. Maar er komt ook wel heel veel bij. En dat wordt in de discussie nu een beetje vergeten. En wat ook van belang is, het pijl wat verhoogd wordt in het gebied, maakt ook dat het pad wat minder goed toegankelijk is met gimpies, want dan krijg je gelijk natte voeten. Nou, de vraag is nu, is die aanname juist? Of wordt het pijl niet zo hoog gemaakt dat het toch een droog pad blijft? Of wordt het een drassig pad? Hartelijk dank. Dan geef ik graag het woord aan de portefeuillehouder. Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, een heel aantal vragen. We zitten aan het eind van een proces. Ik geloof dat we in 2015 zijn gestart. En dan zeg ik wij, dat zijn alle partners van Ruimte voor de Vecht. Om te kijken, en ik noem het zelf wel eens het vlaggenschip van Ruimte voor de Vecht, want het is een enorm gebied, 260 hectare om daar maar eens mee te beginnen, wat we opnieuw gaan inrichten, waar echt de natuur de boventoon voert. Krachtig aan het proces is dat we dat in samenspraak ook met de LTO hebben gedaan en met andere partners in het gebied, om tot een goede balans te komen en te kijken van hoe je zo'n enorm gebied binnen de kaders van Ruimte voor de Vecht, hè, en dat wil ik nog wel eens weer benadrukken, dat het heel erg vanuit water en natuur de aanleiding is geweest. Maar dat een aantal partners, en daar zijn wij als gemeente er één van, ook gezegd van kijk ook hoe je dat sociaal-economisch optimaal kunt gebruiken. En dat je daar een balans in vindt. Hè. Dus ik ga wat in de algemene beantwoording, denk dat ik dan een heel aantal vragen wel beantwoord. Want daar zijn we continu zoekende geweest. Nog even eindigend met uw vragen, of waar uw vragen mee eindigde. Van ben je in staat om die balans te vinden? We zitten nu aan het eind van een proces vanaf 2015 en dan kom je in een bestemmingsplanprocedure en dan zijn wij in één keer aan zet als gemeente. Maar dit is het resultaat wat we in een gebiedsproces vanaf 2015 met al onze partners hebben gepoogd tot een goede balans te vinden. En aan het eind van het proces, en daar zijn heel veel vragen, nou dan sta je dan hier hè, aan het eind van het proces met een bestemmingsplanprocedure, waarvan ik van overtuigd ben dat we in staat zijn geweest om een goede balans te vinden. Want enerzijds, inderdaad, er is heel veel emotie rond het pad wat er nu is. Dat zullen we ook proberen vanavond op een goede manier bij stil te staan. Anderzijds is het een gebied wat heel veel belangen raakt. En als je dan kijkt, dan is het enerzijds, kun je zeggen, een groot aantal insprekers. Anderzijds, naar alle belangen die er dient, hoe groot dat gebied het is. Denk ik dat je ook trots mag zijn op het proces waar je nu bent en waar je toch hoopt te komen. Dat betekent wel dat wij ook, daar hebben we ook geprobeerd, ook in onze reactie op de zienswijze, wel heel serieus naar te kijken van hoe wij tot die balans zijn gekomen en hoe je die afweging denkt te kunnen maken om hier wel een pad te realiseren. Onze afweging die we daarin hadden, samen met onze partners, hebben we ook in de zienswijze, of de reactie op de zienswijze proberen te verwoorden. Je wilt toch heel veel investeren in natuur, maar ook vanuit het sociaal-economisch gebied, maar ook vanuit de natuurbeleving, zoek je ook naar manieren om het beleefbaar te maken. Nou, dan is dit daar een resultaat van. Nou, hier zou dat goed kunnen. Dat is unaniem. Met alle partners zijn we tot de conclusie gekomen van, dit is het ontwerp waarmee we verder willen gaan, dus ook inclusief dit pad. En dan wordt mij de vraag gesteld, of ik hoor een heel aantal keren de vraag van hoe komt dat pad er precies in? En ik vind dat wel wat moeilijk te herleiden, want zo'n gebiedsproces vanaf 2015 kent heel veel verschillende fases. En je hebt heel veel verschillende ontwerpen. En vanuit verschillende gezichts, want de partners van Ruimte voor de Vecht, en dan heb ik het over, heb je ook Marketing Oost, en dan heb je het ook over VNO-NCW, maar je hebt het ook over NMO, Staatsbosbeheer, de verschillende gemeenten, waterschap, provincie, die ook vanuit natuurdoelen. Dus al die partners met elkaar proberen te komen tot een integraal plan waarin mensen zich herkennen, waarin ze zelf die balans vinden. Dus in zo'n gebiedsproces consulteer je dus ook een heel aantal keren het gebied. Er is een algemene informatieavond, is het mee gestart. Ik geloof bij het LOC dat is geweest. Met brede uitnodigingen waar we mensen hebben uitgenodigd. Grondeigenaren hebben wel een hele specifieke plek gehad ook in het proces. Maar gaandeweg zo'n proces ga je mensen consulteren. Er worden ontwerpen neergelegd en er worden ook inbreng wat erop geleverd. Ik heb ook wel begrepen dat er waren ook wensen voor extra fietspaden. Ja, die zijn dan niet gehonoreerd, maar hier is getracht toch een balans te vinden. En is dit pad er wel ingekomen? Vraagt u mij nu van ja, waar komt dit pad nu vandaan? Dat is soms wel heel moeilijk om te herleiden in zo'n algemeen
En een groot gebiedsproces. Meneer Bak. Eens met wat u zegt, meneer de wethouder, maar waar het me wel om gaat is van hoe is uiteindelijk die omgeving betrokken? Hè? Want er is namelijk wel heel veel reactie op het pad. Het is niet dat één persoon daar iets van vindt. Er zijn meerdere zienswijzen op ingediend. Er wordt namens meerdere personen gesproken. Het mag dan zo zijn dat iets in een proces plaatsvindt, maar het gaat dus wel even over de integriteit van dat proces. Is dat proces zorgvuldig uitgevoerd en zijn alle betrokken partijen voldoende gehoord en voldoende betrokken en ook zijn er ook voldoende ideeën opgehaald, zodat het uiteindelijk ook zijn beslag heeft kunnen krijgen in dit plan. En als ik dan alle reacties hoor, dan heb ik daar wat twijfels bij en dan zoek ik daar wel de bevestiging bij u dat dat gebeurd is. En daar wil ik dan ook wel graag voorbeelden van hebben. Nou, op het moment dat zo'n pad erin is, zijn er ook extra avonden weer belegd om daar ook wel het gesprek over te voeren. Maar ik zeg ook wel, aan het eind van zo'n gebiedsproces haal je ook het net op. Hè, en wanneer je zo'n procedure in gaat, en dan weet je ook precies waar de pijnpunten liggen. Ik ben zelf ook als wethouder ben ik wel het gebied in geweest, ook op een uitnodiging van de omwonenden. Dus op het moment dat het er staat en mensen ook officieel, want dit is natuurlijk ook een moment in het hele proces met het bestemmingsplan, waarin je ook de gelegenheid hebt om daar met elkaar het gesprek over te voeren. Is daar ook naar gehoord. Hè? U als raad bent daar ook geweest. Maar in zo'n gebiedsproces, ja, dan doe je het met algemene gebiedsavonden. En die hebben er in grote aantallen zijn die er geweest. Waar ook brede uitnodiging voor zijn. En u bent dus niet verrast door de reacties? Ben ik verrast door reacties? Ik ben niet verrast door reacties. Want als je, op het moment dat je het hebt over een pad, en dat hebben we op andere in andere gebiedsprocessen ook, dan weet je, en ik vind dat daar een zorgvuldige afweging in gemaakt moet worden. U als raad kunt daar ook een zorgvuldige afweging in maken van, ja, hoe verhoudt zich dit nu tot wat wij als meerwaarde zien van zo'n pad? Is dat ook in het proces, hebben we gezegd, wij denken, ook samen met Staatsbosbeheer, ook vanuit die beleving die er mogelijk is van het gebied, wat je ook wel wilt laten zien, hè, een heel bijzonder stuk natuur met het trilveen wat daar is, dat je zegt, dat willen wij beleefbaar maken. Daar zit altijd een spanningsveld, het ligt ook wat dichter bij de woningen, zodat je ook er beter gebruik zou kunnen worden, maar ook als tegenargument, of als argument voor Staatsbosbeheer geweest is om het niet verder in het gebied te doen, dat juist vanuit hun optiek de versnippering in de hand zou werken. Dus wat je ziet is dat er een soort idee is van als wij dat met elkaar een stukje beleefbaar willen maken, en ook het trilveen daar dan ligt, wat je zichtelijk wil maken, is dat de overweging geweest om te zeggen van nou, daar zien wij een meerwaarde voor zo'n pad. En op het moment dat je met zo'n pad gaat en het verandert ten opzichte van hoe het nu is, is het uiteraard mogelijk dat, en dat zien wij hier ook, en ben je daardoor verrast. Hiervoor ga je ook met een ontwerp, leg je ter inzage, dat je ook kunt peilen in de bevolking waar het leeft en waar het speelt. En dat komt nu terug. En dan luister je naar de argumenten. En ook inhoudelijk denken wij dat wij heel goed kunnen verantwoorden dat het hier wel ligt. Hè. Daar hebben wij bureaus voor gevraagd. Kijk ernaar. Is dat zo? Speelt het? Hè? We hebben de vlinder gehoord, we hebben de buizerd gehoord. Wij denken dat we het kunnen verantwoorden. Dan is nog de vraag, wil je het? Dan zeggen we van nou, wij hebben naar die drie doelen gekeken. En dan denken wij dat het te rechtvaardig is. Als we met elkaar tot de conclusie komen van ja, maar dat willen wij niet. Want wij vinden dat dat een te grote belasting is voor de buurt. Hè? Want daar hebben we het dan over. Of dat u zegt van nou, ja, inhoudelijk denken wij dat het echt kan. Maar als u vindt van nou, het is toch een grote belasting voor, wat ons betreft op het gebied. Dan moet je tot de conclusie komen dat je het niet wilt. Wij hebben als college die afweging niet gemaakt, omdat wij denken dat dit een toegevoegde waarde is, dat we het kunnen verantwoorden en dat dit ook het resultaat is van een heel lang lopend proces en dat het op die manier ook is uit te leggen. Voorzitter, dit raakt wel een beetje de kern van de meeste vragen. Er was nog een vraag gesteld over de MER-procedure, de MER heeft aan ons voorgezegd van nou, je zult nog een aantal zaken wat extra moeten onderzoeken. Dat hebben we vanuit de MER gekregen en dat hebben wij ook gedaan. Dus dat was een oproep die daarvan zat. Kosten voor de exploitatie zag ik nog in een vraag die er was. Nou ja, dat is een paar keer maaien. Dat is waar we het nu over hebben. Wij betalen dit pad niet als gemeente. Dit maakt eigenlijk onderdeel uit van het hele grote geheel. Wel maakt ook het 10-torenplan, want we hebben niet, het is niet de keuze of vanaf de zijkant of hier. Het is een combinatie, want er zit ook een vijftal uitkijkpunten in het hele gebied waar we het nu over hebben. Hè? Het gebied van ruim 260 hectare. Kunt u mij garanderen dat het pad niet verhard wordt? Nou, er is geen plan voor dat het pad verhard wordt, dus het initiatief zal niet van mij komen.
Laat ik maar zo zeggen. Kijk, als u als raad zegt, daar moet een pad komen, dan is het moeilijk dat ik zeg van, maar ik heb ooit gezegd dat het niet mag. Maar nee, er is helemaal geen plan over. En nogmaals, het is het resultaat van een heel gebiedsproces waarin we met onze partners, en ook een heel aantal van onze partners in dit gebied, zullen echt niet staan te juichen om een verhard pad. Dat is ook niet wat wij nastreven. Dit is wat we nu voor hebben. Ja? En er was er nog een vraag over het winterpeil en zomerpeil. Over het verhogen daarvan. Dat zit niet in dit plan. Ook dit bestemmingsplan. Zal daar een peilbesluit voor genomen moeten worden. Die het waterschap te zijnde tijd dan ook zal moeten nemen als het al aan de orde is. Maar dat maakt geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan. En dus u vraagt ook enkele garanties waar een verantwoordelijkheid ligt bij een andere over. Nou, ik vraag niet de garantie. Het is voor mij een aanvullende vraag. Niet zozeer inderdaad gerelateerd aan het bestemmingsplan. Mm-hmm. Maar wel gerelateerd aan het gebiedsproces zoals dat gevoerd is. Dat maakt natuurlijk ook uit hoe de omgeving betrokken is. En dat heeft weer heel erg te maken met ook de eerdere vragen die ik gesteld heb. Hoe de betrokkenheid in het gebiedsproces geweest is. Ook naar aanleiding van de discussie die er nu is rondom het pad. Dus met andere woorden gaan we straks ook nog een hele discussie krijgen over compensatie van misschien woningen die nat worden, gronden die natter worden. Zo kan ik me dat voorstellen dat dat dan straks ook nog gaat komen. Het enige wat ik daar dan over kan zeggen, ik kan niet zeggen welke discussies in de toekomst komen, dat het op dit moment in ieder geval niet aan de orde is. Hè, dat er over gesproken is, maar op dit moment is een verandering van het peil niet aan de orde. Voorzitter, als helder, dank. Voorzitter, als ik zoals door mijn vragenlijstje zoals heen kijk die gesteld zijn, denk ik dat ik in algemene zin wel aardig aan de meeste vragen toe ben gekomen. Ik kijk even rond, want ik vermoed dat ik nog wel een aantal vingers gezien heb. Meneer Jager, meneer Geesink, meneer Jonkhans, mevrouw Verschuur. Betekent dat dat u nog onbeantwoorde vragen heeft? Want als het nieuwe vragen zijn, dan denk ik dat we beter een tweede termijn kunnen eraan plakken zometeen. Maar het is onbeantwoorde vraag. Ja, mevrouw Verschuur, ga uw gang. Welke vraag was dat? Dankjewel. Ik stelde de vraag van op het moment dat wij daar in het gebied waren, werd er gesproken over een vorig plan. En daar lag al een plan en die plan is aangepast. Wat waren daar de redenen voor? En heeft dat ook gemaakt dat bij die wijziging Resematen in beeld is gekomen? Dat is wat ik geprobeerd heb in zijn algemeenheid. Hè. We zijn in 2015 is een heel proces gestart waarin verschillende ontwerpen en tot ontwikkeling is geweest met alle verschillende partijen, waar ook in het gebied geconsulteerd is. En dat gaandeweg, als je het gebied consulteert, er aanpassingen hebben plaatsgevonden in het plan. En voor mij moeilijk te herleiden is waar dat moment dan precies is geweest. Maar ik sluit dat dus niet uit. Hè. Maar als je zo'n heel gebiedsproces ingaat en je consulteert partijen, is het niet ondenkbaar dat er tijdens die consultatie ook aanpassingen in het plan met als dit als eindpunt. Dankjewel. Meneer Jonkhans, zou u kort kunnen zeggen welke vraag u nog niet beantwoord heeft gekregen? Ja, dat was mijn vraag over de vochtigheid van het pad. Want ik bedoel, er wordt gesproken van dat het... Of u daar met gympies kunt lopen, ja of nee? Ja, gympies kunt lopen of dat fietsen echt onmogelijk is omdat je dan wegglippert omdat het peil zo hoog staat. Dus daar wil ik graag een beeld van. Ik had er geen vraag in het kennen, want ik zag het als een constatering en van een bevestiging van onze eigen reactie op de zienswijze. Want dat is ook zoals wij erop hebben gereageerd. Want dat pad kent ook zijn beperkingen, zeg maar, voor ander soorten gebruik dan wat je eigenlijk ook zou willen voorkomen. En dat zie je meer en meer. Hè. We horen nu ook het gebied wat ook gebruikt, maar je reguleert juist ook de druk door het op bepaalde plekken wel te faciliteren. Dus ik had het meer als een bevestiging gezien van hetgeen wij zelf ook opschrijven. Okay. Meneer Geesink. Nog even een vraag, want het wandelpad, wordt het wandelpad genoemd, wordt het recreatiepad genoemd, wordt het struinpad genoemd, wordt het knuppelpad genoemd. Wat voor voorstellen moeten wij ervan maken? Is het niet toch noodzakelijk om het beter in te kleuren van, hé, pad komt er zo en zo uit te zien? Want nog steeds is daar geen goed beeld van. En dat geldt tevens voor de uitkijkpunten, want bijvoorbeeld aan het Orionplein komt een uitkijkpunt meteen naast de woningen te liggen. Meneer, ik vind het een nieuwe vraag, maar... Nee, het was een onderdeel van, denk ik nog, maar... Ik probeer hem te verduidelijken. Ja, hoe het pad precies uit komt te zien. In de zienswijzereactie hebben we er ook proberen op te reageren. Hè, van, deels is een knuppelpad. Want daar is ook juist, want er was ook een zienswijze geloof ik op gericht. Van het is gevaarlijk. Als je, en daar is het verhard. En voor de rest is het dus maar gemaaid, zeg maar. Hè, dus is het een pad wat wel zichtbaar is, maar niet verhard of semi-verhard of dat soort dingen. Dus ja, welke term je eraan moet geven, daar zijn hele verschillende associaties bij. Dus,
En dan bijvoorbeeld op de tekening staat, het eerste deel staat een wandelpad van 1,50 meter breed. Daar heb ik toch weer een heel ander idee bij dan bij een struinpad. Ja, het zijn dus onverharde paden, maar struinpaden zou je door een heel gebied... Ja. Het is wel enigszins gestuurd struinen, laat ik het dan maar zo zeggen. Dat doet niet echt recht aan de term struinen. Dus wat dat betreft, daar hebben we in de zienswijze ook iets over proberen te omschrijven. En ik had nog een vraag wat betreft de reeën in het gebied. Kun je daar iets over zeggen? Want ik zie heel veel uitvoerige beschrijvingen over... Hoe het zit met de reënstand, zeg maar. De reënstand, wat gaat ermee gebeuren? Wat effect zal dit hebben, deze plan op de reën? Dit pad. Het pad en het kappen van het bos? Nou, juist omdat het plan met alle partners, ook natuurbeheer en de organisatie zoals een Staatsbosbeheer, hebben geprobeerd tot een evenwichtig plan te komen waarin met alle belangen rekening is gehouden. We hebben nu gereageerd op hetgeen geageerd is door mensen, de buizerd en de vlinder en dat soort zaken. Maar dit plan dient de natuur, zou ik maar zeggen. Hè? Want het is vanuit de oude EES is dit de invulling daarvan. Dus juist vanuit biodiversiteit en vanuit soorten is dit een stimulans. We hebben nu de discussie over dit stuk. Maar mag u ervan uitgaan? Ik kan u geen antwoord geven op de reënstand van dit moment. Maar mag u ervan uitgaan dat dit plan in zijn omvang juist bijdraagt aan de biodiversiteit en aan de natuurwaarde van het gebied? Dat wil ik nog wel heel stevig benadrukken. Ondanks dat wij nu over dit wandelpad hebben. Oké. Meneer Jager, u had volgens mij nog een onbeantwoorde vraag, hè? Ja, eigenlijk heb ik nog niet echt een duidelijk antwoord voor beide van mijn vragen. Ten eerste wil ik graag weten welke informatievoorzieningen er bij de geplande uitkijkpunten komen. Want ook vanuit andere vraagstellers kwam die vraag al, maar heb ik nog geen duidelijk antwoord. En kan ik gelijk door met de tweede vraag? Ja, ik wil hier wel op reageren. Kijk, we hebben hier het over het bestemmingsplan, over de plekken die we vastleggen en de exacte ontwerpen met hoe dat er precies... Ja, dat is nog niet helemaal tot in detail uitgewerkt. Dus daar kan ik u het antwoord niet op geven. Alleen wij leggen die plekken nu wel vast in het bestemmingsplan om die duidelijkheid in ieder geval wel te creëren. Oké, en daar eigenlijk wel aangekoppeld. Had ik eigenlijk ook een vraag over de beleving van het gebied en of dat ook met gidsen kan en of dat wellicht aan het lokale toerisme kan worden gekoppeld. Eigenlijk daaraan gekoppeld ook, kan het plan doorgaan zonder het pad? Nou, ik heb wel het idee dat ik daar wel antwoord op gegeven heb. Hè. We hebben geprobeerd tot een balans te komen en uiteraard kan het plan doorgaan zonder pad. Geen enkel probleem. U moet de afweging maken of we daar een kans in missen of dat we er geen kans in missen. Omdat we het toch als een toegevoegde waarde zien. Dus dat kan doorgaan. Wat stelde u daarvoor? Nee, dat... Toen we in het gebied waren, kregen we van iemand van de IVN te horen dat om het gebied te beleven, kun je dat ook met gidsen doen inderdaad. Zou dat kunnen worden gekoppeld aan het toerisme? Zie je dan mogelijkheden toe? Vanzelfsprekend, maar wij regelen niet zeg maar het feitelijke gebruik. Hè? En wij hopen juist met alles, overheden gaan veel meer over de hardware en je hoopt ook dat het ook gebruikt wordt. IVN heeft het zelf ook in haar reactie aangegeven dat ze ook de bereidheid hebben zeg maar, om met gidsen het gebied in te gaan. Dat juichen we alleen maar toe. Vanuit de koppel werd ook door een inspreker al aangegeven. Dus vanzelfsprekend. Oké, dank u wel. Ja? Voorzitter, kan ik een aanvullende vraag? Meneer Rodemond, dat we behoefte hebben aan een tweede termijn. Blijkbaar. Dat vang ik hier links van mij ook op. Dus dat zou ik dan graag in de tweede termijn mee willen nemen, als u dat goed vindt. Voorzitter, ik heb nog een onbeantwoorde vraag. Meneer Nijhoff, die mag wel nu. Wat is de vraag? Oké, de wethouder geeft aan dat het gebiedsproces al eigenlijk op het laatst loopt. Ik heb gevraagd, wat zijn de consequenties als de besluitvorming vertraagd wordt of niet gunstig uitpakt? De subsidievoorwaarden, zeg maar, dat we wel met elkaar de subsidie... Dat heb ik volgens mij ook in de zienswijze omschreven. Ik ken niet waterschap ook leading in dit project. Maar uiteindelijk moet je wel de volgende stap ook gaan zetten. Dus vanuit subsidieoogpunt is er wel belang. Het is ook al een heel langlopend proces om nu wel dit proces volg te nemen. Er komt een tweede termijn. Ja, want ik weet dat mevrouw Verschuur een vraag heeft voor de tweede termijn. Meneer Rodemond, meneer Bak. Meneer Bak, ga uw gang. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik zal straks eindigen met een vraag die wat zijdelings het onderwerp raakt, wat meer in algemene zin zal zijn. Ik wil toch graag even wat doorprikken op de beantwoording van zojuist. En dat stelt mij namelijk niet helemaal gerust. Nou, ik het goed begrepen heb, en het wordt even wat technisch, leidt een gebiedsproces tot een inrichtingsplan en wordt het inrichtingsplan uiteindelijk ruimtelijk vertaald in een bestemmingsplan. En ik kreeg net het antwoord dat de pijlverhoging, of die er nu wel komt of niet komt,
En dat dat nog niet duidelijk is. En dat vind ik dan wel bijzonder, want het kan consequenties hebben voor de inrichting van je gebied. En dat zou dan weer zijn beslag moeten hebben in het bestemmingsplan. Naar mijn mening. Want het zou zomaar kunnen zijn, bijvoorbeeld, dat landbouwgrond niet meer geschikt is als landbouwgrond. En dat daar een bepaalde afwaardering plaats moet gaan vinden. Ik ben wel even heel benieuwd hoe dat nu zit en hoe die link nu gelegd wordt. En of we daar niet met elkaar iets over het hoofd zien. Dat is één. Twee is toch de beantwoording over het wandelpad. Want daar komt heel veel reactie over. En als een gebiedsproces zijn weg gaat en een gebiedsproces draait goed, dan zouden er eigenlijk nauwelijks zienswijze moeten zijn. Nou, het was ook een inspreker van IVN. IVN maakt toch ook onderdeel uit van NMO Overijssel. Dat is al eerder aangerefereerd vanavond. Dan vind ik het toch wel bijzonder dat een partnergeleerde organisatie vanavond hier inspreekt met een zorg over een wandelpad. En dat doet mij toch wel ernstige vragen stellen bij het proces, zodat dat is gelopen. Dus met andere woorden, is het proces wel zorgvuldig en daar heb ik toch wel grote zorg bij. Daar zou ik toch wel een nadere beschouwing van de wethouder ook willen. Want het zou eigenlijk niet moeten zijn dat wij nu als politiek aan zet zijn. Het zou moeten zijn dat het proces zijn loop heeft gehad. En dat we daarmee met elkaar kunnen zeggen het is goed geweest. En daarmee het feitelijk zouden moeten kunnen afvinken. Ik ben ook wel even benieuwd hoe collega-raadsleden daar in deze raadzaal naar kijken. Dus daar zou ik ook wel graag een reactie willen op het standpunt dat ik nu hier neerzet. Oké, dat doen we dan straks. Mevrouw Verschuur. Mevrouw de voorzitter, als het dan straks is, dan was ik even op wachten en daarom ging ik even achteroverleunen. Zou ik graag een wat zijdelingse vraag nu ook meteen stellen voor de beantwoording. Zou het geen mooie gedachte zijn, want we hebben nu hier een discussie over een wandelpad. We hebben een wandelpaddiscussie in Ballenbrug of een fietspaddiscussie in Ballenbrug. We hebben een wandelpaddiscussie in Lutten, Oud-Lutten. We hebben heel veel discussie over fietspaden, wandelpaden. Zou het niet mooi zijn als er een meer integrale visie zou komen waar we het over deze onderwerpen als raad eens over zouden hebben? Ik neem maar dat u bedoelt een soort van integrale visie op dat soort recreatieve paden. Ja, okay. Helder. Dan hebben we het ingekaderd, anders wordt het wel een heel breed verhaal. Mevrouw Verschuur, u mag het zeggen. Ja, dankjewel. Ik kom terug. Er zijn al een aantal vragen gesteld over welk pad wordt er nu dan aangelegd. Tijdens de bijeenkomst die we hebben gehad, werd er gesproken over een vlonderpad. Ik heb daar afgelopen week dus een paar technische vragen over gesteld. En ik heb daar ook een reactie op gehad. Dus eigenlijk is het voor mij nu een beetje vaag, omdat de wethouder niet duidelijk kan aangeven over welk pad hebben we het nu dan. Terwijl dat ik deze week via de mail heb begrepen dat we het hier over een vlonderpad hebben. Een vlonderpad die op palen wordt gevestigd. Dus ik wil nu wel graag weten natuurlijk van hoe zit het nu werkelijk. Dit is wat ik van de week op de mail heb gehoord. En de wethouder kan het niet echt duiden. Dank u wel, voorzitter. Oké, dank u wel. Meneer Rodemon. Voorzitter, dank u wel. Ik haakte even aan op de beantwoording van de wethouder op vragen van de heer Jager. Waarbij de portefeuillehouder dus stelde dat we mogelijk kansen gaan missen als we het pad of anderszins niet aanleggen. Nou ja, ik had in mijn eigen bijdrage het al over de balans tussen allerlei gebruiksfuncties. Waarbij je dus ook zou kunnen veronderstellen dat juist door de aanleg van het pad we op andere velden, bijvoorbeeld de natuurlijke waarde, kansen gaan missen. Maar waar ik dus nieuwsgierig naar ben, is welke kansen de portefeuillehouder voor ogen heeft als hij het heeft over de aanleg van nu wel dit pad. Oké, duidelijk. Ja, dit was de tweede termijn, dus als ik zo goed zou willen zijn, wethouder ter Rietstap. Dank u wel, voorzitter. De peildiscussie waar ik antwoord op heb gegeven is een discussie die bij het waterschap loopt. En bij het waterschap nog niet is volbracht, zeg maar. Hè. Dat is ook een verantwoordelijkheid die daar ligt. Dus ik ben even zoekende, want volgens mij is dat precies wat ik heb aangegeven, wat ook in de stukken staat en wat in het gebied voor alle mensen die erbij betrokken zijn, even duidelijk is als dit feit, zoals ik het hier ook noem. Ja, u vraagt vervolgens wat de consequenties daarvan zijn. Daar kan ik moeilijk op vooruit lopen, zeg maar. En een ander punt wat u aandraagt is, omdat hier een partij die namens
zeg maar, de natuurbelangen spreekt, is het gebied en NMO in het proces en overigens heeft ingestemd met het ontwerp waar ik nu ook bij u ook al had aangegeven. Het is unaniem ingestemd door alle partners binnen Ruimte voor de Vecht, dus inclusief NMO. En nu is een partij die daar wel op inspreekt. Daarin stelt u dan de vraag, ja, is het proces dan wel zorgvuldig? Ik zie daar geen aanleiding in om te zeggen dat het proces dan niet zorgvuldig is doorlopen. Want ik vind ook dat iedereen, ook al ga je een proces en heb je vertegenwoordigende partijen in een samenwerkingsverband, dat iedereen de vrijheid zou moeten hebben om hier vrij in te spreken en te zeggen van wij hebben toch nog enkele zorgen. Prima, om daar vervolgens een conclusie aan te verbinden dat het proces. Daarin ga ik dan vervolgens niet mee, want ik denk dat we dat op een hele zorgvuldige en op een hele indringende manier met alle partijen van alle kanten belicht hebben gemeend te kunnen zeggen van dit is een toegevoegde waarde. Dat is ook even dan de opmerking van de heer Rodemond als het gaat over welke kans ik dan zie dat je zou missen als je het pad eruit haalt. Dat bedoel ik te zeggen, we hebben geprobeerd ook die sociaal-economische belangen daar een plek in te geven, maar ook vanuit de belevingswereld. En dat je de natuur kunt beleven. Op het moment dat je deze faciliteit, deze optie niet biedt, dan zou je die kans missen. Kan het plan erom doorgaan? Het plan kan er prima om doorgaan. Ik vind dat je dan een aspect eruit haalt die niet, die ook iets biedt, zeg maar. Meneer Bak heeft een aanvullende vraag en daarna meneer Rodemond. U gaan, meneer Bak. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik haak nog even op de rol van het waterschap en wat daaruit voort kan komen. En de vraag is meer van, zou het niet meer, als je vanuit het gebiedsproces redeneert, een integrale aanpak moeten zijn? En is dit bestemmingsplan dan niet te vroeg? Had het niet meer een integraal bestemmingsplan moeten zijn? Want als ik goed beluister, zou het kunnen zijn als het waterschap straks meer duidelijkheid gaat geven en er wel iets met de pijl gaat gebeuren, dat er dan inderdaad iets met de bestemmingen zou kunnen gebeuren, met de inrichting van het gebied zou kunnen gebeuren, dat we hier het dan alsnog een keer moeten behandelen. Maar dan niet het interne gebied, maar de externe werking daarvan. Nee, volgens mij is dat niet wat ik zeg. Want u zegt, u doet daarin de suggestie dat u aangeeft dat de verhoogd pijl effect heeft op de feitelijke bestemming die er zou komen te liggen. En met name als we kijken over de waarden die we er nu over hebben. Denk ik dat die twee elkaar absoluut niet uitsluiten. En je kunt in zo'n proces eindeloos op alles blijven wachten. Maar dat je nu best wel de volgende stap zou kunnen zetten en ook kijken waar je vandaan komt om met deze inrichting wel aan de slag te gaan. Dus wij denken samen met het waterschap, die een belangrijke partij hierin ook is, om toch door deze inrichting ook tot dit bestemmingsplan te kunnen komen. En dat een eventuele pijlverhoging uiteraard zijn eigen dynamiek, met name ook over de omligging, zou kunnen hebben, maar minder op het ontwerp wat er nu voor ligt. Wanneer verwacht u die duidelijkheid van het waterschap? Wanneer gaat het waterschap over te besluiten? Nou, ik denk niet dat dat een discussie is die binnen zit. Daar kan ik u geen inzicht in geven. Omdat dat ook, net als dat een waterschap ook naar de gemeenteraad over een paar enkele beleidsuitgangspunten die veel breder worden, zeggen wanneer komt u nu eens met die duidelijkheid. Het plan is op zichzelf, zoals het nu voor u ligt, is het uitvoerbaar. We kunnen ermee aan de slag. Sterker nog, het waterschap wil dit jaar de schop in de grond te doen. Dat is het proces, het plan wat nu voor ligt. En daar kunt u uw oordeel over geven. Ik vind dat het niet aan mij is om nu ook richting het waterschap te gaan en zeggen van, nou, wanneer komt u nu eens een keer met dat besluit? Omdat dat, gezien alle verschillende belangen die dat ook zou kunnen raken, heb ik het niet specifiek alleen over dit gebied, maar in zijn algemeenheid over pijldiscussies, dat ik het bij het waterschap zou moeten laten, dat je daar ook een hele zorgvuldige discussie met alle partijen, zoals LTO en ook natuurorganisaties. Meneer Rodemond. Voorzitter, ik houd mijn vraag eventjes in mijn achterzak. Voorlopig heb ik voldoende informatie van de portefeuille. Dank u wel. Okay. Ja, en dat was de laatste opmerking. En ik denk dat ik het wel duidelijk heb aangegeven. Hoor. Maar het pad waar we het over hebben bestaat uit meerdere delen. Het trilveen, en dat heb ik volgens mij net in ieder geval proberen te zeggen. Daar zit het knuppelpad. En de aansluitingen op het knuppelpad is gewoon gras, zeg maar. Want het pad is langer dan alleen het knuppelpad. Ja, het is wel een beetje lastig praten als ik geen kaart hier heb. Maar het staat op de inrichtingsschets. Ja, sorry dat ik u onderbreek. Maar in ieder geval, ja, het knuppelpad. En ik denk, volgens mij gaf Alcoers daar net ook al aan. Er worden zoveel bewoording eraan gegeven. Maar ja, waar hebben we het nu over? Dus in mijn beleving, dat wat we hebben gehoord, werd daar gesproken over een vlonderpad. En bij een vlonderpad heb ik een hele andere beeldvorming als bij een knuppelpad. Dus ik denk, nou ja, goed. Probeer de duidelijkheid te geven dat het beide is. Ja. Knuppelpad en trilveen en aansluitend. Ja? Precies. Volgens mij is het duidelijk.
Zijn er... is er behoefte aan een derde termijn? Ik heb nog wat openstaan van meneer Bak. En dat ging over... en u moet me maar even aanvullen, meneer Bak. Maar het ging erover dat u eigenlijk vond dat wij als politiek... of dat u als politiek vanavond eigenlijk niet meer zozeer aan zet had hoeven zijn. Maar dat het min of meer gewoon als een hamerstuk naar de raad had gekund... omdat het allemaal in kannen en kruiken was. Maar u mag het in uw eigen woorden nog een keertje... en dan wil ik wel een rondje fractie maken. Nou, dat, als ik dan in mijn eigen bewoording dat mag doen, mevrouw de voorzitter. We bezorgd zijn vanuit onze fractie... of het proces inderdaad de juiste weg heeft gehad. Omdat er wel aanzienlijke zorgen zijn vanuit omwonenden bij het pad. En dat doet ons twijfelen bij de betrokkenheid van de bewoners in dit proces. En daar zit onze zorg en daar zou ik ook graag reactie willen van collega-partijen... of jullie dat ook op dezelfde wijze voelen. Als de collega-partijen daar een antwoord op kunnen geven, ik ga wel even het rondje maken. Ik wil u wel vragen dat als u een antwoord heeft, om dat kort te houden. Dan begin ik aan mijn rechterkant bij de ChristenUnie. We hebben inderdaad ook gehoord zeg maar, dat de omwonenden zijn betrokken. Veelvuldig zelfs. Maar tussen betrokken en gehoord hebben en zeg maar, ook tot achter de komma ook alles zeg maar, dan ook meenemen. Ja, dat zal denk ik altijd lastig worden. Zeg maar, hè? Dus de ideale wereld in die zin is er niet. En dat is maar goed ook. Ik zou ook nog graag even willen reageren. Want volgens mij, Erik, gaf je ook nog een vraag rondom de integrale visie zeg maar, voor wandel- en fietspaden in onze gemeente. Maar dat even, meneer Odink, dat was niet de vraag waarvoor we het rondje fracties nu doen. Okay. Dus dat zou ik hier buiten maar willen houden. Er was wel ook een vraagstelling. Ja, dat was meer een vraag aan de wethouder, als ik me goed herinner. Aan de wethouder of ook aan de raad? Het was een vraag aan het college of zij daarvoor voelde om daar even een voorzet voor te doen. Precies. Ah, okay. Dus die zou ik nu buiten beschouwing willen laten. Het CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik heb vanavond bewust aan de heer Meulwijk gevraagd wat zijn relatie was met NMO. Dus de relatie van IVN met NMO. NMO is nadrukkelijk betrokken geweest bij de besluitvorming van meer dan 10 partners, dacht ik. En die waren daarin unaniem. En dat er dan mensen binnen IVN zijn anders dan bestuurders die daar misschien iets anders over denken. Dat kan. En ik begrijp de emotie die daar is, die begrijp ik ook wel enigszins. Alleen qua besluitvorming moet ik het doen met het proces waar dit plaatsgevonden. En daar wil ik het ook mee doen. Dank u wel. GroenLinks. Ja, ik denk dat de signalen daar zijn dat het gebiedsproces inderdaad niet zo helder is verlopen als dat het college dit voordoet. Het is natuurlijk denk ik ook wel logisch. Je kan niet iedereen vragen uit het gebied. Maar de signalen die we krijgen zijn denk ik best serieus. En ik denk best dat er ruimte is om die te honoreren. Dus ik ga er wel redelijk in mee. Ja. Dank u wel, de VVD. De VVD niet. D66. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik wil niet per se twijfelen aan de oprechtheid en de werkhouding van dit college en van de ambtenarij... En ik geloof graag ook dat dit proces goed is verlopen, zoals het in ieder geval bedacht is. Alleen zie je natuurlijk wel wat negatievere reacties op een dergelijk plan. En dat zie je wel vaker als we grotere ingrepen doen in onze omgeving. Zeker waar het gaat over natuurlijke waarden versus economische waarden, et cetera. Dan krijg je dit soort discussies. Dat kan je waarschijnlijk niet voorkomen. En dus moeten we misschien maar gewoon blij zijn dat we nog een instrument als deze raad hebben. Waardoor we nog even kunnen discussiëren als het zover komt. Dank u wel. Op koers. Ik denk in dit geval dat er te weinig is overlegd met de bewoners. Er worden informatieavonden aangehouden. En dan wordt het tegen de bewoners en de wijkvereniging wat er informatie wordt meegedeeld. In plaats van dat er met ze gepraat wordt. Dus het is... dan mag er inderdaad een zegje gedaan worden. En dan komt vervolgens nog een keer een informatieavond. En is het eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Er wordt niet met de bewoners gepraat, maar alleen tegen ze. Er wordt iets meegedeeld. Dank u wel, meneer Jonkhans of de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn van mening dat het een zorgvuldig doorlopend proces is geweest. En waarbij we ook nadrukkelijk kijken naar het geheel. Waarbij er draagvlak was bij alle partners. Dat er dan direct betrokkenen zijn die nu geconfronteerd worden met mogelijk een pad.
op geringe afstand van hun huis. Daar kan ik me voorstellen dat het vervelend is als je dat niet gewend bent. Maar zoals gezegd, het maakt onderdeel uit van een groter geheel. En daar zijn wij van overtuigd dat het goed is verlopen. En daarmee kunnen wij daar wel mee instemmen. Dank u wel. 50 plus. Goed. Het proces is natuurlijk al vanaf 2015. En mensen, organisaties, iedereen heeft de mogelijkheid gehad om in die 4 jaar... zich te verweren in positieve zin en negatieve zin. Dus zoals wij erin staan als 50 plus, zoals het proces is verlopen, staan wij hierachter. Dank u wel. Dan zijn wij nu bij agenda punt 5, dat eigenlijk agenda punt 4 was. Ja, dat, ik verwachtte al zoiets. Om 8 uur stond de raadsvergadering gepland. En dat is de laatste vergadering van burgemeester Snijders in ons midden, zoals u bekend is. Daar zijn wij nu al bijna 20 minuten later. Dat is op zich niet zo'n probleem, maar het is natuurlijk omdat het die laatste vergadering is wel vervelend. De vraag is of wij het agendapunt over schulddienstverlening, ontwikkeling schulddienstverlening, of wij dat over 2 weken in de oriënterende ronde zullen behandelen met aansluitend besluitvorming in de raad. Of nu, dat kan ook, hè. Maar het is natuurlijk wel een onderwerp dat zorgvuldig behandeld moet worden. Dus de vraag is of we dat in 1 minuut of 10 gaan redden. En ik weet niet of we die druk erop moeten leggen. Ja, maar u mag het zeggen. Voorzitter. Oh, sorry. Ja, het is aan de voorzitter. Ja, voorzitter, wie geeft u het woord? Precies. Dan ga ik in dit geval toch naar meneer Van der Wel. Ga uw gang. Nou, wat ons betreft lijkt het voorstel wat u zojuist gedaan heeft wel verstandig. Dat we het gewoon doorschuiven naar de oriënterende ronde van 2 weken. En dan in de raadsvergadering aansluitend gelijk aftikken eventueel. Wordt dat gedeeld? Ik zie alleen maar mensen... Ja, voorzitter. Ja. Meneer Van der Grampen. Ben ik op zich mee eens, al zou ik dan wel nog aan de wethouder alvast willen aangeven of het niet verstandig is om in overleg met de GKB te treden over de verruiming van de verlengingstermijn. We staan nu op 3 maanden, om dat toch misschien iets over het jaar heen te tillen, met als gevolg dat besluitvormingsprocedures niet onder tijdsdruk komen te staan. Ik heb het idee dat de wethouder daar nu een antwoord op wil geven, ja. Voorzitter, dank. Ik begrijp de wens om het kort te houden. We zijn al met de GKB in overleg over die 3 maanden uitstel. Waarom het, als het nu niet behandeld wordt, in ieder geval over 2 weken op 1 avond zowel oriënterende ronde en raad is, dat kan. Geen enkel probleem. Alleen, we kunnen het niet scheiden, omdat als we langer dan 2 weken erover doen, dan redden we de aanbestedingsdeadlines niet meer. Dus als we het over 2 weken tegelijk in de oriënterende ronde en in de raad kunnen doen, dan hebben wij ook voldoende overleg met de GKB voor die verlenging. Oké, okay. Dank u wel. Dan zijn we bij de rondvraag. U moet heel dapper zijn. Voorzitter. U bent heel dapper, meneer Bart. Volgens mij hebben we het agendapunt rond het resumaten niet afgesloten met een hamerstuk of spreekstuk. U heeft helemaal gelijk. Overigens denk ik zomaar dat het een bespreekstuk wordt. Ja. Denk ik ook zomaar. Maar voor de goede orde, hartelijk dank, meneer Bak. Rondvraag. Niemand iets voor de rondvraag. Dan sluit ik bij deze vergadering en dank ik u voor uw aandacht. Over 5 minuten beginnen we met de raad.